Furoclinics levert verschillende diensten, maar alleen voor de farmaceutische industrie. Dat zijn de bedrijven die geneesmiddelen en vaccins ontwikkelen. En dan alleen voor virusinfecties. En dan moet je denken aan vogelgriep, SARS of hondsdolheid. Dat soort virusinfecties waar geneesmiddelen en vaccins voor te maken zijn. Mijn naam is Bob van Geemen. Ik ben de CEO van Furoclinics. Een bedrijf dat in 2001 uit het Erasmus Medisch Centrum is ontstaan. Van de afdeling virologie. In die service aan de farmaceutische industrie, de analyse op het laboratorium, moet je heel veel verschillende technieken gebruiken om de juiste data te verzamelen. Nou, een van de analyses die wij doen op dat lab is het analyseren van het genetisch materiaal van een virus. En wat wij dan doen is echt van helemaal het begin tot het eind van die genetische code, tot op de nucleotide, tot op de bouwsteen analyseren. Die combinatie van opslag, veiligheid, maar ook rekenkracht om de analyses te kunnen doen, zorgt ervoor dat je daar ook bijzondere oplossingen voor nodig hebt, zowel in hardware als software. En dan zoek je eigenlijk veel meer dan een leverancier van ICT-oplossingen. Dan zoek je veel meer een partner die meedenkt. Een belangrijk onderdeel van wat Furoclinics doet naast laboratoriumservice is ook opslag van samples. Het is natuurlijk heel belangrijk dat die samples niet verloren gaan. Die staan allemaal in vriezers bij min 80 of min 196 graden Celsius. Het wordt allemaal gemonitord, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, met een automatisch systeem. En als er iets gebeurt, als er een vriezer uitvalt of de stroom valt uit, dan wordt er onmiddellijk iemand gewaarschuwd die dan in actie kan komen om dat te gaan regelen en op te lossen. Ja, het vinden van Promax dat ging eigenlijk een beetje per ongeluk. We hadden een leverancier en dat was echt meer een leverancier en geen partner. En toen zijn we gewoon hier in de buurt op zoek gegaan naar bedrijven die wel een partner zouden kunnen zijn. En we hebben er een aantal gezien en Promax stak er met kop en schouders bovenuit en geen seconde spijt van gehad. Ja, de grote trots van Furoclinics, dat is toch het geheel wat we bereikt hebben hier. Ik denk niet dat er één onderdeel is waar we bijzonder trots op zijn. Ik denk dat we trots op zijn dat we een mooi bedrijf hebben dat groeit, waar mensen het plezierig hebben, waar ze het leuk vinden om te werken en waar het leuk is om uit het raam te kijken.